Oh jongens, jongens, hoe is het koud. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Bordbaan. Ik sta bij het Efteling Hotel. En zoals je weet is het bijna kerst. En we gaan vandaag iets heel erg gaafs doen. Ik heb zo meteen een afspraak met Chris. En Chris is de chef-kok hier bij het Efteling Hotel. En ik ga samen vandaag met hem een Efteling kerstdiner maken. Die jij ook zelf thuis kan bereiden voor de kerst. Hartstikke leuk. En we krijgen nog een beetje rondleiding door het hotel. Dat wordt hartstikke leuk. Ik ga zo naar binnen toe, want ik ga kapot van de kou. Leuk dat je kijkt. Let's go! Hey Chris. Hey Bart. Hoe is het? Gaat het goed? Ja, goed. Welkom in het Efteling Hotel. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Heb je er zin in? Ik heb er onwijs van zin in. Ik heb hier een schort voor je. Ja? Zal ik hem ruilen tegen je jas? Moet ik echt aan de bak? Ja, je moet mij helpen. Oh, ik dacht... Dat was de bedoeling toch? Ik dacht ik ga lekker kijken en zo, maar ik moet echt koken. Je wil iedereen laten zien dat ze het ook thuis kunnen maken toch? Dat klopt. Nou, als er iemand een slechte kok is, ben ik het wel. Dus dat gaat helemaal goed komen. Even kijken zo. Oh, is een mooie schort. Ik ben er klaar voor, Chris. Nou, mooi. Dan gaan we beginnen. Let's go. Let's go. Zo, Chris, we zijn hier in het magische gedeelte. Waar zijn we? We zijn op dit moment in een deel van de grote zaal van de hoffelijke ruimte. Waar we à la carte serveren tijdens diners. En ja? In de ochtend wordt hier ontbijt geserveerd via door middel van een buffet. Leuk zeg. Hey, we gaan het kerstdiner vandaag maken. Wat de mensen ook zelf thuis kunnen maken met de kerst. We gaan vandaag een salade caprese maken. Een eigen interpretatie zoals wij hem bij de Efteling wel eens serveren. Ja? En we gaan daarvoor gebruiken salade hebben we nodig. Caprese bestaat uit tomaat, mozzarella. We hebben er paalkoeskoes aan toegevoegd. En we gaan een pesto mayonaise maken. Oké, ik zie ook allemaal grote messen. Ik kan niet goed koken, dus ik weet niet wat ik nou moet gaan doen. Maar heb je daar al iets? Ik denk, ik zal een groot scherp mes neerleggen, zodat we de dingen die we moeten snijden goed kunnen snijden. Dat het makkelijk wordt. Ja. Ik heb voor de zekerheid wel een verbandtrommeltje meegenomen. Voordat het niet goed gaat, dan zijn we in ieder geval voorbereid. Nou, je hebt wel heel veel vertrouwen in mij als Efteling chef. Nee, dat komt helemaal goed. Oké, super. Dat is meer een grapje. Oké, prima. Waar we mee gaan beginnen is, we gaan tomaat snijden. Ja. En die gaan we even op een bordje leggen. Wat je doet, is pak je tomaat waar het kroontje heeft gezeten, leg je op de snijplank, ligt die stevig. Ja. Je houdt je vingers aan twee kanten vast en je snijdt met de mes eigenlijk gewoon doormidden. Oké. Gewoon een klein beetje het sap eruit knijpen. Zodat hij een klein beetje ingedeukt is. En hou je duim op de... Op de tomaat. Ja, oké. Ja. En dat doen we dan met 10 tomaatjes. Zodat we twee bochtjes kunnen opmaken. Ja. Dan mag jij het nou doen. Zo. Wat we nu gaan doen is, we gaan er 10 bolletjes mozzarella naast leggen. Ja. Dan gaaan we de tomaten en mozzarella op smaak brengen met peper en zout. Ja. Dan doen we eigenlijk door de peper en zout erover te verdelen. En wat ook altijd heel lekker is met tomaten en mozzarella is een goede olijfolie. Ja. Mag je hem een klein beetje mengen, zodat de peper en zout die ernaast is gegaan en de olijfolie die ernaast is gegaan. Dus gewoon een beetje mengen? Ja, zodat die helemaal op smaak gemaakt wordt en dat je alles gebruikt. De parelcouscous die gebruiken wij als vulling van het gerecht. En de paddenstoelen staan natuurlijk in de Efteling in het Sprookjesbos. Dus hoe leuk is het als je eigenlijk met de parelcouscous een paadje kan maken waar dan zometeen de paddenstoelen naast komen te zijn. Dat is heel tof. Hey Chris, hoe lang werk je al bij de Efteling? Ik werk al 3 jaar bij het Efteling Hotel. Oké, en heb je eerst nog ergens anders gewerkt als kok bij de Efteling? Of? Ik heb wel ergens anders gewerkt, maar niet als kok binnen de Efteling. Oké, en is het gaaf om hier te werken als chef-kok? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is heel gevarieerd en we hebben heel veel uitdagingen, dus dat is heel leuk. Mooi man. Dan mag je ook even op jouw bord doen. Ja. Dan heb je zo meteen je eigen gerechtje gemaakt. Een beetje speels op bord leggen en proberen dat je hem eigenlijk een beetje in de kronkel legt. Zodat het niet te recht is. Nee, nee. Wat we dan gaan doen is dat we de mozzarella, die gaan we verdelen over het bord. 5 stukjes per bord. En dan gaan we eigenlijk de tomaat omdraaien en die gaan we bovenop zetten. En dan krijg je eigenlijk gewoon paddenstoeltjes. En Chris, wat heb je dan ook echt een sprookje in het Sprookjesbos dat echt jouw favoriet is? Of? Ik vind persoonlijk vind ik de Sprookjesboom wel heel leuk. Gewoon de gedachte dat er iemand een pratende boom die verhalen aan het vertellen is. Ja. Dat is mooi man, dan zit je dus dadelijk lekker thuis aan het kerstdiner, heb je gewoon het Sprookjesbos op je bord liggen. Ja, we zijn nog niet klaar. Oh, we zijn er nog niet? En volgens mij het allerbelangrijkste wat je mist is eigenlijk nog de stip op de paddenstoel. Dus die moeten we eigenlijk nog even maken. Maar hoe ga je dat doen dan? Nou, ik had gedacht als we nou een beetje mayonaise pakken. Ja. Bij een klassieke salade caprese zit pesto. Mm-hmm. Als we daar nou pesto erheen gaan mengen en dat we die gebruiken als stippen. Ja. Dan gebruiken we en de ingrediënten van de salade caprese. Ja. Maar we geven er wel een eigen touch aan. Oké, dat is goed. Dan krijg je eigenlijk mayonaise met een lekker smaakje. Mm-hmm. Lekker de basilicum smaak en de pijnboompitten. Maar dit is voor thuis ook heel makkelijk om te maken dit. Jazeker. Nou, dan heb je zelf gemaakt pesto mayonaise. Ik had een klein beetje voorbereid in een spuitzakje. Mm-hmm. Dan gaan we hier een heel klein puntje afsnijden. Dan kun je thuis ook eventueel doen met een boterhamzakje. Hele kleine stipjes boven de paddenstoel zetten. En dan heb je ineens een paddenstoel met stippen. Ja, dat is wel cool hoor. En als je het een heel lekker saus vindt,
kun je ook zeggen, weet je wat, ik zit op verschillende plekken tussen de paalkoeskoes ook een beetje, voor extra smaak. 5 chipjes of zo, hè? Ongeveer. Ja, een oneven aantal. 5, 7 mag. 2, 3. Volgens mij vind jij die saus heel lekker. Ik weet... Oesh. Dat is niet de bedoeling. Ik moet zeggen dat ik het spuiten van de pers nog eventjes moet gaan leren, denk ik. Maar... Ja, oefening baart kunst. Ja, dat is waar, dat is waar. We hebben hier een slamix met verschillende soorten sla. Wat we gaan doen is, we gaan een aantal van die blaadjes gewoon lekker tussen het gerecht stoppen. Die zouden misschien wel de bosjes rondom de paddenstoelen kunnen symboliseren. Ik ben en dan heb je eigenlijk je gerecht af. Een sprookjesbos op je bord. Ja, de paddenstoel uit het sprookjesbos. Super. Gisteren, we zijn hier nu in de gelagkamer. Wat kun je precies drinken, eten? Nou, de bar heeft meerdere functies op een dag. Van vrijdag tot met zondag kun je hier lekker lunchen. En op de rest van de week gaan we om 3 uur open en dan is het open vanaf borrel. Dus kun je lekker wat een drankje doen met een borreltje. En dat kan zijn een bitterbal, bittergarnituur, een kaasplankje. Gewoon hele simpele borrelhapjes. Wat mensen gewoon fijn en lekker vinden. Ja, precies. Want hier hebben we een onwijs grote fotowall, is het. Met heel veel foto's van, ik denk, bekende mensen die hier ooit in het hotel zijn geweest. Zeker bekende Nederlanders, maar ook soms staan er ook collega's tussen. Ik zie daar een vriend van mij staan. Jazeker. Fons. Dat is zeker Fons. Mooi. Hey, zullen we gaan beginnen het hoofdgerecht? Want dat hebben we nog zat te doen volgens mij. Laten we dat doen. Let's go. Oké, Chris, we zijn terug in de keuken voor het hoofdgerecht. Jazeker. Wat gaat het worden? Nou, we gaan een gerechtje maken wat geïnspireerd is op de baron. Oh, dat is vet. We hebben aardappels gekookt. Ja. Die gaan we zo meteen frituren. Ja. En als we die gefrituurd hebben, gaan we hem insmeren met goudpoeder. Een klein goudklompje. Echt goud. Echt een goudklompje. Eetbaar goud. We gaan een maïshoen, die heb ik gemarineerd met tijm, rozemarijn en knoflook. Die gaan we mooi aanbakken. We gaan bimi, ook wel bekend als aspergebroccoli, en bospeen gebruiken. Die gaan we zo meteen koken. We hebben een truffelzuur voorbereid en we hebben een pastinaakcreme gemaakt. Ja, precies. En dit is allemaal gewoon te kopen in de supermarkt. Kunnen mensen gewoon lekker kopen en zelf klaarmaken. Ik heb het allemaal nagekeken. Alle ingrediënten zijn verkrijgbaar bij de supermarkt. Oké, mooi. Het ziet er heel gaaf uit, Chris. Ik vind het echt lekker ruiken ook. Het is jammer dat jullie thuis geen geur-tv hebben, want anders dan, zou het echt top zijn. Wat gaan we nu doen? We moeten even het bord opmaken, maar voordat we het bord kunnen opmaken, moeten we eerst even de aardappels afmaken. Die hebben we even gefrituurd. Die moeten we even echt goud maken, alsof het een goudklompje wordt. En eigenlijk gaaf, smeren zeg. We hem gewoon helemaal in. En als je hem dan helemaal gehad hebt... Ah, dit is wel echt fantastisch, hoor. Dan heb ik nog een leuk kleinigheidje. Ik heb een strijkschabloon. Die gaan we op bord leggen. Ja? Die gaan we gebruiken om de pastinaakcreme uit te smeren. Mooie pastinaakcreme, dat is mooi wit. Komt mooi uit op bord. Dan smeer ik hem mooi uit. Ja? En wat ik dan doe is voorzichtig wow. De vorm eraf halen. Gewoon je eigen bron 1898 kerstgerecht. Ik zal hem bij jou op bord leggen. Gaaf zeg. Er zit nog genoeg crème op, mag je proberen uit te smeren. Nou? Nou, valt niet tegen. Gewoon gedaan, jongens. We gaan het goudklompje. Gaan we links onder op bord leggen. Ter hoogte van het dingetje? Ja, inderdaad. Ja? Beetje schuin. Gaan we groente op bord leggen. We hebben hier de bimi. Pakken we bospeentjes. Wat is eigenlijk het allergaafste aan kok zijn bij de Efteling? Heb je nou iets waarvan je zegt, oké, dit heb je echt alleen bij de Efteling? Op dit moment hebben wij hele leuke desserts die je alleen bij de Efteling hebt. Een mooie sprookjesboom, schatkisten. Daadwerkelijk in de vorm die eetbaar is. Wat we gaan doen is de kip. Let op, die is goed heet. Die gaan we er mooi opleggen. Die gaan we echt opleggen. Bordje naar boven. Kan gebeuren, geen probleem. Oppakken. Nou ja, dat kan er mee door toch? Ja, denk ik ook. Als we de saus eroverheen doen, zijn we klaar. Oké. Hey Chris, ik vind die kip wel echt heel goed. Nou, goed om te horen. Maar alle gasten in het restaurant vinden het ook lekker, want het is echt wel een hardloper in de Hoflekkerhout op dit moment. Want zoiets staat ook gewoon op de kaart. We hebben een vergelijkbaar gerecht op dit moment op de kaart staan. Zou je maar iets meer willen laten zien van de Hoflekkerhout? Jazeker. Gaan we dat doen? Top. En Bart, hoe voelt het nou om in zo'n koning te rijk stoel te zitten? Nou, dit zit eigenlijk best wel lekker, Chris. Maar hier kun je ook gewoon zitten, toch? Als je hier komt eten. Jazeker, we hebben 2 van deze stoelen in het restaurant staan. En als je reserveert met een beetje geluk, dan heb je zo'n mooie plek. Nou, dan heb je wel echt een topavond. Hey, wat hebben we nog meer allemaal hier in het restaurant? We hebben een aantal
specifieke kenmerken, maar dat kan ik het beste gewoon even laten zien aan je. Loop maar even mee. Nou Bart, hier hebben we een aantal van die specifieke kenmerken. Nou, ja. De naam van het restaurant is natuurlijk de Hofvlek in Rout. Dat zie je op verschillende manieren in het interieur terugkomen. Oh, dit is Rooksbos. Een ander mooi kenmerk van de Hofvlek in Rout is het behang met de specifieke Efteling thema's die erin verwerkt zijn. Kijk, klein duimpje zie ik vaak hier, ezeltje, strekje, rood kapje, de wolf, draak. Ben ik er even vergeten? Of is het ja, langnek loopt nog. Oh ja, langnek ja. Dat is heel leuk. Daarnaast hebben we ook nog fysieke herhouten poppen staan in het restaurant. Eentje bij de ingang, daar lopen we naartoe. Ja? Kijk, daar staat die Chris, onze vriend. Jazeker, we hebben verschillende soorten herhouten. Deze presenteert een Niemblad. We hebben ook herhouten die met een toeter in de hand staan. Met een trompet echt bezig zijn. Hey, is het een idee om te gaan beginnen aan het laatste topgerecht van vanavond? Jazeker, laten we jokie gaan maken. Let's go! Chris, en dan heb je lekker gegeten. Dan zit je helemaal vol, maar dan is er toch nog altijd een klein plekje over voor een toetje. Ja. Heb je iets bijzonders in gedachten? Nou, het leek ons leuk om een jokie dessert te maken. Een echte jokie? Hij ziet eruit als een jokie. Wauw. Oké. Okay. Een jokie is natuurlijk niet om te eten. Wat hebben we hier voor ons? We gaan werken met rolfondant. Ja. Daarmee gaan we wat elementen van jokie namaken. Mm-hmm. We gaan het rode natuurlijk gebruiken voor zijn muts. Het gele voor de balletjes aan zijn muts. En dan hebben we blauw, wit en zwart nodig voor eigenlijk zijn ogen te creëren. Dus we gaan kleien? Eigenlijk wel. We gaan beginnen met een klein beetje poetsuiker op je snijplank te doen. Want anders gaat... Dit zo? Ja. Ja. Ik zou persoonlijk... Sorry. Ik zou persoonlijk zo doen dat die... Oh, het is... Oh, wat is dit erg. Ik schaam ook diep. Dan gaan we beginnen met de witte. Eerst een klein beetje plat maken. Ja. En dan kunnen we ook een deegroller gebruiken. Het helpt soms om hem even om te draaien. Even in de poedersuiker, of in de suiker. Ja, de poedersuiker zorgt ervoor dat hij niet gaat plakken aan je deegroller. Daar gaan we. Nou, als hij goed plat is... Hij is plat. Pakken we dit stekertje. Ja. Kun je hem heel mooi uitsteken. Klein oogje. Oh ja. Nou, we hebben er twee nodig, want Jokie heeft twee oogjes. Dat is één. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, toch? Dat is twee. Nou, top. Overige verband leggen we terug. Gaan we hetzelfde doen met de blauwe. Gaan we daar een stukje. Ja, thanks. Pak voor deze een kleiner maatje. Ja. En gaan we nou verder met zwart. Ja, dan pakken we nog een kleinere steker. Een nog kleiner. Oké, dan hebben we de ogen van Jokie. Ja. Dan gaan we nou de gele balletjes maken van Jokie's muts. We gaan even proberen twee balletjes te maken die ongeveer even groot zijn. Ja. En je kunt eigenlijk de fondant heel goed modelleren door hem tussen je handen te doen. Door de warmte van je handen wordt hij wat zachter. En dan kun je er een mooi balletje van maken. Valt me niet tegen, toch? Nee, zeker niet. Nou, Jokie's muts is natuurlijk rood. Ja. En we gaan nu aan de slag met de rode. Ieder maar in de helft. Dank u. En dan moeten we en een rondje maken, want ik heb een ronde parfum. Ja. Daar omheen gaan we een rood randje geven. Want dat is bij Jokie ook, zo gezegd. Ja, zijn muts heeft eigenlijk twee uiteindes, toch? Ja. Dus zo. Dus die moeten we ook maken. Ja. Dan moeten we met dit stukje klei gaan doen. Oké. Okay. Door hem eigenlijk heel lang langzaam uit te rollen, kunnen we een lange slier maken. Die kunnen we zo meteen gaan gebruiken om de parfait heen. En de parfait, dat is de ijs, toch? Ja, dat is stilstaand gevroren ijs. Dan maken we eigenlijk een wat dikker worstje van. En dan gaan we eigenlijk het mesje gebruiken om een beetje vals te spelen. Dan snij ik hem hier het uiteinde in. Ja. En dan ga ik hem eigenlijk proberen zo voorzichtig te rollen, zodat je het uiteinde van die muts gaat krijgen. Oh, ja. Zie je dat? Ja, dat zie je. Alleen ik weet niet of dat aan mij gaat lukken. Nou ja, dat lijkt wel ergens op, toch? Ja. Hij is wat lang, maar dat kunnen we zomaar bijsnijden. Dat voordat we hebben een mesje. Dan hebben we eigenlijk het fondant gedeelte is een beetje klaar. Dan gaan we zo meteen de parfait erbij pakken en dan gaan we hem opmaken. Echt afmaken. Ja, dat is goed. Nou, we hebben uit de vriezer de aardbei parfait gepakt. Ja. Die hebben we alvast op bord gelegd. Ja. We hebben ook de chocoladeknasje gepakt. De neus. De neus. Die heb ik door de witte chocolade, cacaoboter en kleurstof gehaald. Oh, lekker. Dat die mooi rood is. Ja. We gaan eigenlijk beginnen met de neus midden op het gezichtje te leggen. Mm-hmm. Net onder het midden. Net het onder midden? Ja. Zo? Ja. Dan pakken we eigenlijk de ronding die we om het parfait heen leggen. Ja. En dan gaan we eigenlijk verder het gezichtje opbouwen met het mondje. Dan doen we daarna de oogjes erop. En dan mogen we ze hoed afmaken met de ballen. Ik ben alles kwijt. Deze. Ja, die van jou die is top. Oh. Maar bij mij jokjes hier ook echt helemaal met helemaal poedersuiker jokie eigenlijk. Een wintereditie. De wintereditie met sneeuw, jazeker. Ik vind het wel heel gaaf, Chris. Nou, ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe het anders smaakt.
Nou, misschien is het tijd om dan gewoon te gaan proeven. Wordt smelt. De laatste, Chris. Let's best, een toetje. Heb je nog plek over? Of, Zeker, een toetje altijd hoor. Oké, top. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Waar zal ik gaan beginnen? Wat raad je aan? De neus? Probeer maar. Oké, is goed. Ja. We gaan de parfait pakken. Die is inderdaad een beetje gesmolten al, maar hij is gewoon heel koud. Het is wel lekker, Chris, dit. Zo, Chris, ik heb lekker gegeten, joh. Ik vond het hartstikke vet. Nou, goed om te horen. Wat was jouw favoriet van de drie? Ik vind het hoofdgerecht al heel lekker. De kip, die was goed, hè? Zeker. Ik vond het toetje ook tof. En ik denk ook dat het voor mensen thuis echt super makkelijk is om te maken. Daar heb je echt gewoon een leuk diner, denk ik. Ik denk dat het zeker iets leuks is waar je de kinderen bij kan betrekken. Ja, leuk man. Hé, laat het volgende afspreken. Ik ben onwijs benieuwd naar die toetjes van jou. Als ik nou eens over een tijdje terugkom, dan ga ik lekker hier bij de Hofelijke Hout eten. Laat ik het koken aan jou over, want daar is het niet zo goed gegaan. Ja, en dan gaan we eventjes de toetjes reviewen. Vind ik een goed idee. Laten we wel afspreken. Top, gaan we dat doen. Deze aan jou teruggeven. Bedankt. Graag gedaan. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken in deze video. Vergeet niet te abonneren. Laat ook eventjes in de reacties weten of dat jij het kerstdiner hebt gemaakt. En wat jou het allerlekkerste gerecht lijkt. Alvast een fijne kerst. Maar wij zien elkaar snel weer terug hier vanuit de Efteling. Doei doei! Doei.